Yo, what's up mensen, Marketor Dynasty met vandaag ook weer een nieuwe video. Nou, dit zijn de rewards van de Wicked League en de nieuwe teams die ik ga gebruiken, die ik jullie ga laten zien. Het was niet mijn bedoeling dit vandaag te uploaden. Ik wilde in eerste instantie vandaag een team wat hier Futrof Challenge doen. Maar het opnamebestand is corrupt, dus dat is een dikke kut. En de reden dat ik zeg maar, ze nu wel alsnog open in plaats van wanneer alle teams hier in packs zijn. Ik bedoel, de kans dat ik dit weekend wel een team hier in packs is even groot als het aantal career mode uploads van mij in december. En dat is precies nul. Dus doe vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Als deze video 1000 likes halen, zou ik dat enorm waarderen. Ik bouw enigszins dat het opnamestand corrupt is. Maar ik ga gewoon mijn rewards openen en dat is gold 1. Dat betekent 200k packs. En 50.000 coins. Maar ik zeker mee kan leven, want ik had gewoon niks meer. Vanwege het team dat ik gemaakt heb. En dat ga je zo zien. Dat komt allemaal ter zijn tijd. Maar je weet dus nu welke teams je eerst in pack zet. Dat zijn namelijk Kroos, Modric en Iniesta op dit moment. Vandaag, op morgen, dus vandaag donderdag, op morgen vrijdag, komen voor 24 uur de verdedigers in packs. En dan, dit weekend waarschijnlijk, tons komen, ja. Komen, hoe heet dat nou? Ik moet het hele team hier in packs. Zo, dat ik meer moeite mee dan nodig was. Maar we gaan het zien. Eerste 100k pick is geen walkout. Hadden we natuurlijk kunnen weten. Het is een Informdo. Chesney. Godsamme. Ja, die heb ik nou eigenlijk niet nodig. Die zal misschien verkopen. Misschien ook wel helemaal niet. Matic is welkom natuurlijk. Die had ik verkocht omdat ik wel een paar coins nodig had. Weet je, het is gewoon het kleine beetje. We hebben allemaal wel eens. Hij verkoopt voor 15k. Oké, die bewaren we gewoon. Het kan altijd zijn dat hij nog een keer voor meer verkoopt. Wanneer er weer een keer zo'n Team of the Week SBC komt bijvoorbeeld. Matic? Nou, alhoewel, de prijzen zijn hier nog steeds redelijk laag. Dus, alhoewel, als hij weer boven de... Nee, hij zit niet boven de 10k. Hij is nog steeds rond de 7. Oké, ik bewaar dit eigenlijk allemaal wel. De meeste hiervan is wel bruikbaar. Er zit genoeg materiaal hierbij om een hybrid te maken. Alleen weet ik nooit of mensen echt een hybrid squad wilden willen. Als dat wil. Hey, en Kyle Walker natuurlijk. Die gaan we verkopen. Dan zal ik hem ook bewaren. Een bot van 18k. Weet je wat? Ik list hem. We gaan er gewoon vanuit. Ik zet hem op voor 20k. Dan gooien we dit alvast even omhoog naar 15. Dan weten we in ieder geval dat we wat voor hem krijgen. En dat is prima. Tweede 100k piekje is weer geen walkout. Het is wel weer een inform. De tweede van de dag. Het is Ben Yedder. Fucking nice dit. Serieus. Heel erg nice. Oh, dit is heel erg lekker. Strijders. Wat gaan we lekker. En dan vooral die ene man. Wissam Ben Yedder. Het ging voor geen meter. In ieder geval. Nee, ik ben heel blij met hem. Het is jammer. Echt heel jammer dat ik net geen La Liga team meer heb. Ik heb namelijk net een Bundesliga team. Dat ga je zo zien. Maar zijn kaart is serieus sick. Ik denk hem met Jager. Of weet je kan hem ook CF gebruiken. Hem met Catalyst. Wat dan ook. Je kunt hem op heel veel manieren inzetten. Nou, Khedira is welkom. Hetzelfde. Er zijn hier potenties voor hybrids hoor jongens. Kolodziejczak is een transferred kaart. Een Tap is een transferred kaart. Kijken, Boval niet natuurlijk. Moussonda is transferred. Die verkoop natuurlijk voor niks. Ik bedoel, waarom zou je Moussonda willen? Ja, zie je dat natuurlijk. 650 bit. In ieder geval, waar die zit kaarten? Zeker weten. En natuurlijk al die twee duplicates waar je helemaal niks mee kan. Oké, daar ben ik best wel tevreden mee. Zal ik niet over liegen. Ik vond het echt, ik vind het heel prima. Twee informs gelijk. Verwacht je ook wel met 100k picks. Maar het eerste team wat ik jullie wil laten zien is dit team. Nou, ik wil jullie laten zien waarvoor ik ze gekocht heb. Natuurlijk respectievelijk 3800 coins. Dat is 2600. Met chemistry style specifiek. Dus ik kocht hem omdat het gewoon zijn laatste algemene bijna was. Met schaduw. Met schaduw. Met schaduw. Vocht is heel erg goed. Die heb ik eerder gebruikt. Zijn passing is zo super fijn. Het enige dat zijn physical maar 85 is door zijn jumping. En dat krijg je vaker met lange spelers. Maar hij is mogen goed. Ik heb hem eerder gebruikt, dus ik weet waarover ik praat. Nou, natuurlijk, Papadopoulos. De reden dat ik hem schaduw geef in plaats van Anker, is met Anker boost je wel zijn jumping ook en zijn strength. Maar ik boost hiermee met schaduw zijn onderscheppingen naar 88. En aangezien je onderscheppingen niet echt kan controleren, is het handiger om een door de CPU gestuurde stat te controleren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Linksback gooien we Hector. Ik weet het nooit echt met linksbacks, behalve Alaba. Dus we proberen Hector deze keer. Dan Castro 750 coins. Het is echt crimineel hoe goed deze gozer is voor 750 coins. Het is gewoon een feit. En dan hier, Arturo Vidal. Ik heb hem dit jaar nog niet geprobeerd, maar hij lijkt me zo'n goede kaart altijd. En als je op fit bent naar zijn stats kijkt, wanneer je een chemistry style omgooit, zodat je die rating per positie kan zien als je dat wil, dan zie je dat zijn stats gewoon echt bizar goed zijn. En dan natuurlijk Renato Sanchez, want Bundesliga CM's is best wel lastig om te kiezen soms. Precies wie je nou moet nemen en wie niet. Dus ik dacht, waarom proberen we hem niet eens een keertje.
Weet je, het kan nooit kwaad. 3400 coins, artiest, boost hem tot ongeveer 85 rated Sam. En ik weet dat andere mensen ook kermisjes zelfs kunnen gebruiken. Kunnen spelers op die manier ook beter kunnen maken, weet je, qua rating per positie. Maar ik vond het wel interessant om te zien dat hij daarmee zo goed wordt. Dus het past prima bij hem. Aanvond natuurlijk Bellarabi, had ik first owner. Eerder was het geen succes voor mij, maar je weet het. De rest buiten is in de Bundesliga. Behalve second in form Dembele of Robben is gewoon niet echt een beetje je van het. Dan Marco Reus, 148.000 coins. Robby's serie heeft me natuurlijk zo geïnspireerd. Nee, grapje. Al is het wel een goede serie, maar gewoon natuurlijk daar niet van. Nee, ik wilde Reus gewoon een keer proberen, weet je wel. En dan inform Werner in de spits. Want ik zei het al, hij lijkt me het beste alternatief voor Aubameyang. Tot je Aubameyang zelf kan halen. Dus dit wordt mijn eerste teamtje. De instructies zal ik je ook laten zien. Oké, is misschien al van Missy Mark. Als je Missy Mark nog niet kent, dat is mijn Road Glory serie. Gewoon hele stayback wel attacking. Middenveld gooien we helemaal niks op. En gezien een werktempo en algemene statistieken is dat ook niet echt nodig. En de hele aanval op get in behind. Dus dat is wat we gaan doen hiermee. Ik heb nog geen aangepaste tactieken. Je kunt het hier zien. Dit is gewoon het algemene. Kijk, je kan het ook zo doen. Hop, blijft hetzelfde. En dan zet je dit op afdekken in plaats van buitenspelval. Dat is team 1. Nou, dit is nu mijn BPL team. Een paar nieuwe dingen. Nou, kijk, de meeste spelers kennen die al. Natuurlijk Tsjech, tijd geleden al gekocht. Walker, zelfde verhaal. Ik kocht hem voor minder dan voor waar hij nu voor verkoopt. Dat is ook wel leuk. Maar in ieder geval Reed. Ik krijg de vraag nog steeds en ik begrijp het wel. Hij is het geld waard. Twijfel er niet aan. Alsjeblieft doe jezelf een lol en koop Winston Reed's inform kaart. Dan natuurlijk Smaldini, Luke Shaw. Ik kan hier ook natuurlijk gaan voor Clichy. Clichy is ook echt belachelijk goed met schaduw. Het is maar net waar je zelf zin in hebt. Milner. Heel veel mensen twijfelen waarom ik Milner gebruik. Milner heeft voor mij fucking goede longshots. Heerlijke passing ook. Ik heb nooit een probleem met hem op mijn middenveld. Dan Kante gekocht voor 25.000 coins. Was redelijk in prijs gedaald. Ik weet niet eens waarvoor hij nu gaat. Ik zal het eens kijken of hij alweer iets omhoog is. Hij is weer, nou ja, hij verkoopt nog steeds voor rond de 25k. Dat is natuurlijk omdat nu nog steeds packs en zo er zijn, et cetera, et cetera. De belangrijkste nieuwe toevoeging is nog in Form Grey. Nou, ik heb hem op PlayStation voor 60.000 nu. Ik weet niet of hij alweer omhoog is. We gaan enigszins, ja. Hij is natuurlijk heel veel gepackt, dus het kan ook gewoon, wacht, kijken, 86 daar. We gaan ervan uit dat hij iets gestegen is, aangezien er even geen bot is. Matthijs kocht hem 125.000 coins en Matthijs zei dat hij beter was dan Ronaldo, dat hij ongelooflijk was. Dus ik ga hem proberen. Ik geloof er heilig in, ik bedoel, hij heeft high medium work pace, dat heeft hij beter dan Vardy. Hij heeft goede physical, goede dribbling, zeker met sniper op hem. Heeft hij de stats van een 90 rated spits, dat is fucking ziek voor 60.000 coins. Althans, dat vind ik natuurlijk. Jouw mening kan verschillen. Nou, Shaqiri hier is voor sommigen ook een interessante keuze. Althans, zeg maar, interessant in de zin van waarom hem. Ik had mijn twijfels bij Willian. Daar ben ik eerlijk over. Ik wist niet zeker of ik Willian wel moest nemen. En ik had eerder ervaring met Shaqiri. Heeft echt een heel erg goed schot. Is weliswaar niet heel sterk en dergelijke. En is echt bizar klein. Maar dat is op zich wel te overzien. Nou, dit was dus mijn Missy Mark account. Waarop ik dus Inform Chesney en Inform Bessam Ben Yedder pakte. Maar ik heb een Missy Mark account nog, dus daar gaan we nu even voor naar Xbox One. En kennelijk viel na 11 minuten van opnemen van de 19 mijn microfoon uit, dus hoor je niks meer live. Happy days, ik haat mijn leven. Maar dit is een Missy Mark account waar ik die 50k erbij krijg en ik dus nu op 94k, nou in ieder geval 95k plus k staat. Mijn beeld is erg vaag op dit moment. Maar dit is mijn eerste 100k pick op dit account, het is een grote flare en het is net niet. Nou hebben we dus met de schaduwcamera-systeel, heb ik eerder gebruikt, kan ik zeker mee leven. Het is echter niet een top prioriteit voor mij. En het nadeel is dat, ondanks dat de SBC er is, hij niet veel over verkoopt. Zoals ik in het live bestand ook zei. De reden daarvoor waarschijnlijk is dat heel veel mensen nu van de Team of the Week SBC wisten. Dus heel veel mensen investeerden. Heel veel mensen verkochten daardoor tegelijk. Waardoor zeg maar, de prijs, zeg maar, iedereen undercutte elkaar met prijs. En uiteindelijk schiet je daar dus niks mee op. Maar een paar andere spelers in deze pack. Tremolinas ben ik een erg groot fan van. Dat mag duidelijk zijn. Ook Jonathan Tah is zeker niet de minste. En een paar handige wissels. En Lemina is handig mocht ik ooit een Aubameyang en Dybala team willen maken. Masuaku is een speler waar Mila bij zweert. Ik zal nooit begrijpen waarom. Ik zal hem zelf echt nooit gebruiken. Misschien is dat meer mijn persoonlijke voorkeur. Maar het werkt voor Milo. Dus weet je, leuk voor hem allemaal. Maar het is voor mij niet echt belangrijk. We hebben natuurlijk nog een 100k pickie. En mijn PS4-account was lekker. Het was echt heel lekker. Maar weer een grote flair. En het is Adoris. Ja. Er zijn veel momenten dat ik blij ben om Adoris te krijgen. Dit was niet zo'n geval. Want ik wist ook dat hij niks waard zou zijn. Een paar heel handige spelers wel. Dat zeker. Je zou bijna een goed tweede BPL-team hiervan kunnen maken. Weet je, Williams is erg handig om te hebben. Jagielka vind ik erg goed. Ik vind dat hij echt over het hoofd gezien wordt. Gamero kan ik misschien een keer gebruiken. Julio Cesar is absoluut handig voor zijn volgende Team of the Week SBC. Die ik persoonlijk verwacht bij Team of the Week 20. Dat is immers mid-februari ongeveer.
Althans begin februari. En dan komen meestal die January, althans die winter upgrades uit. Dus het zou kunnen, weet je wel, dat dan misschien weer zo'n SBC komt. Dan kan ik dat soort spelers altijd bewaren. Ook Mirallas met de jagerkermis, die heb ik eerder gebruikt, is heel erg goed. Mag gezegd worden. Ik denk het niet veel om gebruik vanwege de aanwezigheid van Memphis en dergelijke. Maar ook de Bushi met de schaduwkermisstijl of spil. Koen kan het bevestigen, is een geweldige rechtsback. Het is echt geen grapje, hij is echt heel goed. Maar een paar nuttige kaarten, ook een paar kaarten die gewoon echt simpelweg niet verkopen. En heel veel verkoopt nu gewoon niet vanwege de prijs zoals ze zijn. Maar dit is mijn team nu, mijn nieuwe aankopen die ik dus heb gedaan, die ik live wat anders had toegelicht. David de Gea onder andere vanwege zijn long throw trade. Geweldige stats gewoon, en daar kun je gewoon niks op zeggen. Fernandinho, goede allround stats. Met artiest heeft hij geweldige statistieken die ik heel belangrijk vind. Kante met artiest is niet vanwege zozeer zijn in-game rating, is gewoon echt mijn favoriete keuze. Dat vond ik het beste bij hem passen toen ik hem voor het eerst probeerde. En Inform Grey voor 51.000 coins. Nou, wat ik in de live-opname vroeg, wat jullie niet, helaas niet meer konden horen omdat dat even niet meewerkte. Wat zouden jullie met 96k upgraden, wat ook echt een upgrade is ten opzichte van wat ik heb? Of waar raden jullie voor aan dat ik moet sparen? Als je op dit punt nog kijkt, want ik weet dat dit niet live is vergeleken met het andere deel, ik snap het. Maar laat mij vooral weten wat jullie denken dat ik moet slash kan upgraden. Wat ook echt het geld waard is ten opzichte van wat ik heb. Ik dank je voor het kijken. Hopelijk hebben jullie goede rewards gehad. Laat me dat vooral weten in de comments. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe!